Vrienden, we zijn in week 4 van BB Vol Liefde. Ja, en we richten onze pijlen gelijk, onze aandacht op Salerno. Op onze aller Debbie, ja, bijgenaamd ongemakkelijk. Maar ze heeft nog veel meer van dit soort bijnamen in zich eigenlijk. Want ja, ik had haar ook ongezellig kunnen noemen. En ze heeft daarbij ook nog een keer de warmte van een ijsberg. Dat schiet allemaal niet op met onze Debbie. En met die jongens, ja, die weten niet waar ze aan toe zijn. En dat komt allemaal daardoor. Maar ongemakkelijk, die heeft maar één wens, heeft ze laten weten. A, moet hij op George Clooney lijken, die man die ze wil hebben. Maar B, moet haar nieuwe vriend ook nog diepgang hebben. Ha! Vrienden, hoe vind je die? Ja, ja. Nou, dan moet je wel heel snel wegwezen. Als vrouwen dat gaan roepen, hoor. Ik wil een man met diepgang. Hey, ongemakkelijk. Dan moet je een baggeraar nemen als vriend. Die heeft diepgang. Of een diepzeeduiker. Die heeft ook diepgang. Hey, jongens daar. Maak je uit de voeten. Want die ongemakkelijk. We schakelen snel door naar Portugal. Naar vader Jacob en zijn 4 vrouwen. Ja jongens, wat een puinhoop is het daar. En wat een chaos. Ja, die vader Jacob, die heeft dus al veel te lang alleen gezeten. En die luistert naar niemand meer. Nee. En die vrouwen, ja, ik begrijp die vader Jacob ook wel. Ja, die vrouwen hebben allemaal ruzie met de spiegel. Dus wat moet dat dan worden? Dat wordt dan ook niks en dat hebben ze ook tegen elkaar verteld. Dus eigenlijk kunnen we Portugal vanaf nu vergeten. Schakelen wij snel door naar Jodel Haiti. Ja, want daar hadden we onze golfbal, onze Mark. En die had het ineens al een beetje gezien met Jodel Haiti. Nou, daar heeft hij gelijk in, want die Jodel Haiti die is stapelgek. En die zit ook nog met dat rare hondje. Dus daar had die golfbal helemaal geen zin in. En voor Jodel Haiti, wees blij dat die golfbal weg is, want het was helemaal niks. Nou, dan hou je nog over die voetbaltrainer. Nou, ik weet niet of dat wat wordt hoor daar. Nee, dat lijkt me ook een... Nee. Dus we moeten wachten op nummer 4 daar. Schakelen wij heel gauw door naar Frankrijk, naar Bonjour. Wat daar allemaal gebeurd is zeg. Daar hadden we eerst de komst toch van het kleine leukertje. Nou ja, daar hielden we alleen nog klein over, want dat werd al heel gauw lawaaipapegaai, dus zo noemen we haar nu even. Lawaaipapegaai, die kreeg ineens last van aanstelleritis. Die ging allemaal t-shirts aandoen met zogenaamd leuke teksten. Nou, daar word je al helemaal gek van. En daarna ging ze ook nog een beetje te veel zuipen. Toen kregen we zo'n hele gênante vertoning. Och. Nou, het is voor elke man zo'n verschrikkelijke afknapper. Maar niet voor Bonjour. Nee, de lompert die vindt dat kennelijk dus allemaal leuk. En Romana, slagschip, die heeft er helemaal geen zin in. In al dat gelawaai, papegaai en het gedoe. En dat staat heel ver van eraf. En die heeft nou tegen hem gezegd. Tegen Bonjour, ik ga er vandoor. Ja, die is weg. Die gaat weg. Alleen maar vanwege die Gwen, die lawaaipapegaai. Ja, en ik moet zeggen, Bonjour, je maakt hier een enorme fout. Wat een gigantische blunder is dit. De vrouw waar jij op zit te wachten, die zit en zat al in je huis met slagschip. Dat is jouw nieuwe vriendin. Alleen je ziet het nog niet, Bonjour. Met je lompe ogen. Nee. En zij zegt over. Ja. Maar en zij weet het zelf ook nog niet. Dat Lompert haar nieuwe vriend is. Dus. Oh god. Oh god. Oh god. Dus nu is die slagschip. Ja, die wordt narig. En die ben je jaloers. En die denkt van. Ja. Hij vindt het leuk. Met lawaai papegaai. En nou is zij weggegaan. Nou let op straks. Hoe dit gaat eindigen. Dat kan niet anders. Dan dat het uiteindelijk toch zo wordt. Dat ze elkaar gaan bellen en dat ze toch weer bij elkaar komen. Slagschip en Bonjour.